Een van de meest gestelde vragen bij mij op dit moment in de spreekkamer gaat over de vaccinatie voor het coronavirus. Dat zit er nu heel dicht aan te komen. Hè? Misschien nog in december, maar in ieder geval ergens in januari. En we weten ook dat kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd zullen worden. Mensen op leeftijd en ook wel mensen met een chronische ziekte. En er is heel veel discussie, ook in de wereld van de wetenschappers, hoe je nu moet aankijken tegen coronavaccinaties en Parkinson. En eigenlijk is een heel breed gedragen consensus dat het voor mensen met Parkinson verstandig is om die vaccinatie te krijgen. Om jezelf te beschermen tegen deze infectie. Want we weten dat deze infectie met name een probleem geeft met de luchtwegen. En dat ademhaling, soms ook subtiel, wel degelijk een probleem kan zijn bij Parkinson. En dat dus het risico op ademhalingsproblematiek en bijvoorbeeld het afhankelijk worden van een intensive care groter is voor mensen met Parkinson. Dus het proberen te voorkomen van een besmetting en dus ook het jezelf laten vaccineren lijkt ons heel verstandig. We denken ook dat dat, sterker nog, we zijn ervan overtuigd, dat dat in ieder geval voor mensen met Parkinson geen groter risico oplevert dan voor iemand anders in de bevolking. Natuurlijk heeft elke vaccinatie beperkte risico's. En ik ben niet een infectioloog. En ik moet me daarbij ook natuurlijk een beetje verlaten op oordelen van een EMA, een FDA, die daar natuurlijk verstandig naar hebben gekeken. Er zijn wetenschappelijke publicaties. Van alles wat ik lees en hoor en zie, is dit een veilig vaccin. En een vaccin heeft op geen enkele manier invloed op je Parkinson zelf. Dat wil zeggen, zo'n vaccin bestaat in feite uit eiwitten van het virus, waar je dan een immuunreactie op creëert, zodat als je later het echte virus tegenkomt, je immuunsysteem al klaar is om dat virus knock-out te slaan. En dan denkt u, oh, maar had ik niet gehoord over eiwitten en Parkinson en dat bij me, dat klopt, maar dat zijn compleet andere eiwitten. Die hebben letterlijk niets, maar dan ook niets met elkaar van doen. Dus een vaccin heeft altijd hele beperkte risico's, die, zoals ik het lees, ruimschoots worden teniet gedaan door de enorme voordelen van een vaccinatie. En die voordelen zijn wat ons betreft nog eens extra groot voor mensen met Parkinson. Dus ik zou geen aarzeling hebben om iedereen aan te bevelen het coronavaccin te krijgen zodra je daarvoor in aanmerking komt.